Yo, Chesso, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag heb ik voor jullie een achteraf commentary, want de video is een beetje mislukt die jullie op de achtergrond gameplay zien. Het is eigenlijk een live nuclear was het, maar toen ik mijn stem had opgenomen met Audacity, waar ik nu ook mijn stem mee opneem, bleek dus dat er nog een audiobestand was. En toen ik hem had gerenderd, had ik hem dus al weggeklikt, laat me zeggen, waardoor er dus twee audiobestanden door elkaar heen zijn gegaan. Dat is jammer, maar daarom heb ik alsnog voor jullie deze awesome gameplay op de achtergrond. Gameplay zie je daarom ook een ICR 1 nuclear op de map Breach, geloof ik. Ik speel met Extended Max en de stock attachment op dit wapentje. Ik speel met de Strix UAV, Count UAV en de Hater. En ik wil jullie gewoon eventjes gaan vertellen over de wapens waar ik op dit moment mee speel. En waar ik best wat lekkere dingen mee kan halen namelijk. Want als je hem op Twitter volgt, heb je misschien ook wel een foto voorbij zien komen van mijn 130x33 gameplay op de map Nuketown. Nu is het op Nuketown niet heel erg moeilijk om zoveel kills te halen natuurlijk, dat weet ik. Maar alsnog is het best wel lekker dat je dat gewoon neerzet. Terwijl ik in dat potje met de UAV Lightning Strike in de raid speelde. Maar de wapens waar ik op dit moment de meeste nucleairs heb mee gehaald, dat is de M8A7 en de CUDA. En de VMP ook. Voor mij met de VMP heb ik ook twee keer een nuke gehaald. Dus die drie wapens zijn echt mijn nucleair dingen. Nou is IC1 echt gewoon een toevallig een toevalwapen waar ik hem mee heb gehaald. Want ik speelde dit potje gewoon live voor jullie, omdat jullie de domination wilden zien. En ik wist dus niet dat er een nucleair uit zou komen. Ik heb echt ziek, maar ook echt ziek vaak in deze gameplay geluk gehad. Dat jullie ook gewoon een paar keer zien. Maar verder is natuurlijk, het is best wel moeilijk om een commentary van 10 minuten aan elkaar te lullen over een potje. Maar kijk, hier roep ik dus mijn hater in, terwijl ik gecounterd ben. Hier heb ik dus eigenlijk heel mijn fucking hater, ja, verpest eigenlijk. Want als ik misschien mijn hater niet had ingeroepen of heel gecounterd hadden gehad, ligt eraan hoe het ging, had ik misschien al veel eerder mijn nuclear kunnen hebben. Maar in dit potje bukt de nuclear medal. Je ziet hem niet in beeld komen waardoor ik aan het stressen was. En hier heb ik zoveel geluk. Het is echt niet normaal. Maar wat ik al wel zeggen natuurlijk is dat op een gegeven moment houdt dus een nuclear. Ik weet dat ik de nuclear was. Ik moest nog één kill op dat moment. En ik ging gewoon niet in beeld. Totdat ik op een gegeven moment een stoppable in mijn beeld zag staan. En hier zit ik alweer op mijn ruthless kick. Toen zag ik een stoppable staan. En toen wist ik 100% zeker, jongens, ik heb de nuclear. Let's go. Dat is natuurlijk de bedoeling. Die wou ik ook binnenhalen. En toen dat gelukt was, was ik wel best wat bij. Verder is natuurlijk ook speelde met de Sparrow Specialist. Die natuurlijk niet al te best is. Maar ja, je kan er wel wat dingetjes mee. Ik haalde straks ook echt één dikke turn om. Maar ik weet nog wat ik in de live video zei. Hier zei ik, ik pak even mijn Sparrow erbij om wat puntjes binnen te halen. Want die punten die je met je Specialist maakt, zijn meer punten dan normale wapenkills. Wat inhoudt dus dat jij iets sneller je streaks haalt zodra jij die Specialist in kan natuurlijk. Nou, hier is mijn team gewoon fucking scheef. En wist ik door mijn minimap te kijken waar hij was. En ik moet wel even vertellen over de ICR-1. Het is niet een wapen dat je ervan denkt van, poh, wat is dat nou een lekker ding. Het is echt verschilt qua enemies. Heb je enemies tegen je die geen bal kunnen, dan is het wapen echt wel gewoon te doen. En kan je er gewoon een lekkere streak mee droppen natuurlijk. Heb je enemies tegen je die best wel raar kunnen schieten en die met een M8 Cuda of VMP wil ik het wat spelen, ben jij gewoon de Sjaak. Daar kan ik gewoon op houden. Want het is gewoon heel maar ook echt heel moeilijk om dan met dit wapen een goede score te drukken. Neer te zetten, omdat die enemies drukken jou natuurlijk naar onder met hun wapens. Dus ik zou er gewoon voor een M8 of een CUDA gaan als ik tegen zulke soort enemies zou spelen. Maar tegen deze enemies kan je makkelijker variëren met wapens, omdat ze niet al te goed zijn. Verder is wat ik al zei, natuurlijk, ik heb een paar keer gewoon geluk gehad dat ik eigenlijk dood had moeten gaan. En ik dan niet ging. Op een gegeven moment ga ik wel dood, doordat de nuclear binnen had, ik had geen koolschaatsje meer. Want ik zat ook in mijn live video, hey, let's go live nuclear, dit, dat, bla bla. Toen ging ik gewoon nog een paar keer achter elkaar dood, omdat ik geen koolschaatsje meer heb. In de achtergrond gameplay ga ik nu ook 19-0. Dus moest ik nog 11 kills maken voor de nuclear. Wat het probleem was, is dat er op een gegeven moment voor mij een paar enemies lieven, waardoor ik er nog maar 2 in mijn
in het enemy team zitten, waardoor het team even moeilijk is. Ik weet niet zeker of dat zo is, maar dat staat me wel zoiets bij. Maar zullen jullie zien, had ik nu alweer mijn hater binnen. Ik heb nu mijn hater binnen en ik wacht serieus best wel goed met het inzetten. Kijk, ik zet hem nu in omdat ik weet, dat kunnen mensen altijd doorpushen hier naartoe. Als ze nou rennen. Ik kijk op mijn minimap, ik zie drie enemies links in het kamertje zitten. En ja, ik denk oké, laat ik erop afgaan. Eentje is er weg. Dan pak maar hier een mooie dubbelcup. Dan zit ik op een 20 streak op dit moment. De Relentless. En ik zie iemand op B zitten. Dus gewoon op hoog van zegen dat hij zich omdraait. Dat doet hij wel. Maar alsnog, als hij eerder had geschoten, dan, dan had ik gewoon dood geweest. Hierover, ik turn iemand hard. En hier word ik gestunt. En echt, als hier iemand nou gewoon voor me had gesprongen, had ik dood geweest. Dus ik blijf helemaal inzoomen. Diegene loopt gewoon door, dus kan ik hem dadelijk hier mooi opwachten en hem uitschakelen omdat mijn teammate scheef is. En dan moet ik nog 5 kills doen. Oké, dat is 5 kills. Ik zat, oké, let's go, we gaan het rustig uitspelen. Want ik heb al heel veel gechoked in deze game. Laat ik het nou gewoon niet met een domme kop inrennen. Ik blijf hier gewoon even een mooi head glitchen. De enemies komen niet op me af, waardoor ik besluit om toch een kijkje te gaan nemen. En op een gegeven moment, let op, het gaat nu in enkele seconden gebeuren. Kijk, kom ik iemand tegen, die kill ik. Maar, dan ga ik weer terug, Ik denk, ik ga maar even de headdealers opzoeken. Op een gegeven moment staat er dus een enemy. Heel hard achter die headdealers. En het is echt een wonder dat hij me daar niet heeft doodgeschoten. Anders had ik gewoon de lul. Hier roept mijn team ook zijn raps in. Wat echt niet, echt, voor mij niet uitkomt op dit moment. Want natuurlijk, dat kan je heel erg hinderlijk met de kills maken. Maar, ik ga hier door dat gat naar boven. Omdat ik dan weet, dan kunnen ze me niet aan zien komen. Hier zo maak ik een mooie headshot. Heb ik weer mijn sparrow binnen. Maar die roep ik expres niet in. Omdat gewoon simpelweg dan sowieso dood zou gaan. Hier weer, zoals ik al zei, heel erg gelukt natuurlijk dat hij me daar niet raak schiet. En ik moet hier nog 1 kill. Dus ik laat mijn teammate expres een beetje achter mijn teammate aan. Ik kijk hier, daar is iemand. Teammate kill niet, ik kill. Bam, nucleair is binnen. Maar hij komt niet in mijn beeld. Zie je, hij is niet in mijn beeld gekomen, mijn nucleair. Dus maak hier een kill, dat is een assist. Dus dan kan ik nog steeds zien of ik een nucleair heb. Ik wist dus niet zeker, heb ik hem nou wel. Dus ik ging nog steeds stressen natuurlijk. Van, hey shit man, ik heb geen nucleair. Ik heb hem niet gezien. Misschien ook wel als het zo zijn. Maar bam, unstoppable. Daar is die. Huppakee, nucleair. Ik zag diegene rechts niet op mijn minimum aankomen. En 3-2-1, ik ben dood. Jammer, maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ik ging dood door een 11-7, zoals je ziet. Dat is toch wel iets sterker wapen dan sparrow roepen gewoon hier in natuurlijk. En we gaan nog even door naar het potje. Verder is... Ik vind het best wel een gewoon easy nuclear. Dus het is niet een hele snelle. En hier, echt jongen, quit life als jij dat bent. Serieus. Sorry voor de bonus, maar ik kan er niks aan doen. Ik ga je dadelijk op een hele domme manier dood, want er komt 2 man in mijn rug. Even kijken wanneer het gebeurde. 3, 2, 1, nu. Ja, ik ging hier dood omdat ik niet op zat te letten. Maar goed. Hier was mijn concentratie al lang weg, want ik had een nuclear gehaald in Domination Live eigenlijk. Maar ja. Weet je, het kan gebeuren dat je facecam wegvalt. Daarom maken we nu gewoon een commentary van. Je ziet dat het niet opgenomen is in theater mode. Waardoor makkelijk te bijzen is dat het wel live was geweest. Want als het niet live was, ik heb nooit mijn elkator aanstaan. Ik heb ook geen flashback mode aanstaan. Want dat is echt kut. Want dat vreet echt gigabytes aan je PC natuurlijk. Maar ik vind het een geslaagde nuclear. Ik hoop jullie ook als je het geslaagde nuclear vinden. Laat hem even blauw duimpje omhoog achterhouden. Maar natuurlijk enorm. Verder is, ik vind het gewoon de ICR een chill wapen. Maar kijk, hier ben ik gewoon heel erg scheef. En de ICR heb gewoon totaal, maar ook echt totaal geen hipfire spread natuurlijk. Ik vind dat, hoe zeg je dat? De ICR eigenlijk best wel geüpdate mag worden op het gebied van hipfire. Ik weet niet, een AR is niet heel erg goed om te hipfire. Daar zijn er submachine guns meer voor. Maar alsnog... Ik zou hem geüpdate willen zien met een betere hipfire en een iets snellere fire rate. Zodat je nog net geen rapid fire hoeft te gebruiken. Want ik vind het net iets te slow, laat maar zeggen. Als jij een Man of War er tegenover zet, wordt jij makkelijk geoutgunned. Tenzij je een betere aim hebt. Maar ja, dat is natuurlijk wel hetgene waar iedereen op hun natuurlijk in Black Ops 3 is. De aim, want je hebt geen toughness, et cetera. Dat is het probleem een beetje. Waardoor je ook gewoon gekilled kan worden zonder, ik weet niet hoe je het zegt. Hoe je gekilled kan worden zonder, toughness, want je aim kan natuurlijk omhoog. Maar, de gameplay zit er al wel bijna op. Zo zit, ga je nog één keer dood en het potje is hier afgelopen. Eindscore is 35 om
7 geloof ik, weet niet zeker. Ik kan niet heel goed zien hier in mijn eerder programma. Maar je ziet daar nog de medal in beeld komen natuurlijk na het potje. Want ik wil wel even kijken of ik hem zeker heb gehad. Mocht je nou wel genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. Dan hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken. De medal komt nu in beeld. En dan zie ik jullie bij een andere video, jongens. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!